Montferland heeft onder het motto een boom mot kunnen 80 gratis bomen uitgedeeld aan inwoners in het buitengebied om zo het groene imago van de gemeente te versterken. De plantactie is zo'n succes dat Montferland kijkt of het project volgend jaar een vervolg kan krijgen. We moeten even kijken of we daar volgend jaar weer budget voor vrij kunnen maken. Of de gemeente daar ook mee eens is. Maar dit succes, ik zou zeggen, ik sta er positief tegenover. Maar we moeten het nog even overleggen. Dus we overwegen het wel om dit volgend jaar even voor te zetten. Waarom wilden jullie graag meedoen aan het project? We hebben altijd gezegd van op een boerderij hoort een mooie robuuste boom. En een walnotenboom heeft natuurlijk heel veel voordelen. Dus daar waren we eigenlijk meteen wel heel erg gecharmeerd van. Het succes is groter dan we verwacht hadden. En dat vinden we heel positief, want we zien ook vanuit onze gemeenteraad dat we het erg belangrijk vinden dat er weer bomen in Montferland komen. Nou, en dit kleine initiatief, dat heeft wel zo'n succes is, vind ik heel erg positief. Waren jullie meteen over uit dat het een walnotenboom moest worden? Ja, want de bomen die aangeboden werden, hadden wij zoiets van, je wil eigenlijk die extra functie hebben van de vruchten. En dan hebben we gezegd, ja, een walnotenboom, daar heb je in het najaar dan ook de noten van. Dus dat, ja, daardoor viel de keuze echt op de walnoot. Het is een bewuste keuze geweest. Mensen mogen zelf beslissen welke boom ze liefst hebben. Dus je kunt denken ook aan kastanjebomen of aan eikenbomen, walnotenbomen. Dat soort bomen die in Nederland voorkomen, die kunnen mensen uit kiezen. Sluiten jullie uit dat er wellicht in de toekomst nog meer bomen hier aangeplant zullen gaan worden? Ik denk dat er nog ruimte zat is om op bepaalde plekken een boom neer te zetten. Dus nee, dit zal zeker niet de laatste zijn die wij hier aanplanten. Zullen we het zeker toejuichen als de gemeente weer komt met een initiatief? Ja. Yeah.